Wat is jouw ervaring met, uh, met, met, zeg maar, met windenergie? Nou, ik zit er zelf nu uh, tien jaar uh, bij. Met een, uh, met een, uh, in, in een bedrijf wat een uh, machine maakt voor tot 1 megawatt. Machines maakt in Goeie de regio. Uh, EWT in uh, Amersfoort. Dat is op dit moment de enige Nederlandse windturbinefabrikant. die uh, zelfstandig. Um, wat ik gezien heb over het laatste tien jaar, is dat dus de, uh, de kostprijs per kilowatt geproduceerde energie fors naar beneden is gegaan. En Die is van, hoe, van hoeveel? Nou, van boven de 12, 15 cent naar onder, ver onder de, de 10 cent gezakt. Wij kunnen dus, pak een beet... als wij onze machine tegen goede winstmarge verkopen en gaan installeren, dan kunnen we tegen 8 cent leveren op dit moment. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet het laagste in de markt. Zeker niet, want hè, we, zitten, we, we, hebben, we hebben al gezien grote parken op zee ja. met hele grote machines. Die gaan voor 4 cent per kilowatt. Uh, Gaan ze de deur uit en zonder zonne-energie in, in Zuid-Europa zit ook op, op, die, op die prijs. Dat halen we dus niet, maar dat wil niet zeggen dat als je, als je, als je voldoende uh, uh, duurzame energie wilt opstellen en, en, en voldoende generatiecapaciteit wilt hebben, mm -hmm. dan moet je dus ook gebruik maken van die plaatsen waar een kleinere machine opgesteld kan worden, die misschien dan niet het allerlaagste tarief weten te realiseren, maar wel een voorkomen acceptabel op tarief. Ja, ja. Dat moet je niet uitsluiten. Want als we al die plaatsen. waar we niet tegen 4 cent windenergie kunnen uh, produceren. maar wel tegen 8, als we die niet doen. dan, dan komen we nooit aan die gigawatt. We zijn nu eigenlijk, doen. als je kijkt over het beleid van de Nederlandse regering. is het vooral uh, grote windparken. zowel uh, zeg maar offshore. als ook gewoon in de provincie. Hè? Dus van uh, 20 tot uh, 80. Uh, ja, 20 tot 50, 50 meer. Megawatt. 50 megawatt, ja. Ja. Ja, het is het. het um, offshore heeft natuurlijk van de overheid de absolute voorkeur, omdat het uit het zicht is. En de, en de publieke opinie daar uh, geen grote problemen mee heeft. Ja. Mits je is het vanaf het strand maar niet kan zien, ongeveer. Ja. Ja. Tenzij je Donald Trump bent, ja. eh, dan doe je alles om eh, gewoon echt iets heel ver weg van je. Van je, <laughs> van je. Ja. Ja. Maar dit is dus, uh, dus. Daar zie je dus ook uh, dat de overheid dus uh, uh, aan de ene kant hebben ze natuurlijk het, 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 het voordeel dat ze hun SDE-subsidies niet kwijt hoeven aan de, aan de, de, de bouwers en exploitanten van wind, windparken op zee tegenwoordig. Mm -hmm. Maar ze, ze dragen natuurlijk via de elektriciteitsmaatschappijen, de Nederlandse samenleving natuurlijk een enorme bij. Omdat ja, die maar kamer... Wij investeren in miljarden om die draden, om die draden ja. naar die windparken te trekken. Ja. En dat kost dan 4 miljard of zo ja. om zo'n ding te dingen. Zo'n zo stekker met zo'n netwerk, dat kost ontzettend veel geld. Ja. En dat betalen we met z'n allen. En dat betaalt dus de, producer, de, de, de exploitant van het park niet. Ja. Dus dat is nog de subsidie die er nu nog op Zit. En dat is een onzichtbare subsidie, hè? Dus de, de, maar daarom kun je dus ook claimen dat je voor 4 cent per kilowatt uh, een park hebt neergezet, dan hoef je die subsidie niet te geven op dat stuk. Ja. Nou, het mooie is natuurlijk van dat die SD-subsidies die dus allemaal geprojecteerd zijn de komende jaren, dat die dus dat, dat geld niet meer hoeven beschikbaar te stellen voor, uh, voor offshore parken, mm -hmm. maar we kunnen dat wel besteden nog voor uh, alternatieve opstellingen. Op het land. Nou, een deel is gereserveerd ja. voor die parken. die in de provincies moeten verrijzen. Ja, maar ik ja, zou en een van ik. Ik ben zelf lid van uh, de grote beer. Dat is dan zo'n molen van 2 megawatt. Ja. En daar ben ik met 2000 mensen ben ik daar eigenaar van. Ja. En die uh, en en, en, en er zijn een heleboel van die individuele molens die overal staan in Nederland. Ja, er staat er staat in Nederland als we goed herinner, ongeveer 1 gigawatt aan vermogen opgesteld. En, 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 en uh, aangezien. De, zijn 500 van die molens waar ik dan zeg maar ook in veel zit. Veel meer, want het zijn ook molens van 200 kilowatt, staan er nog. Hè. Dat zijn er veel meer. Het zijn er wel meer dan 1000, geloof ik. En uh, de overheid die heeft dus besloten. Uh, in het kader van haar, uh, van haar subsidiepolitiek. om geen subsidie meer te geven. op individueel opgestelde windmolens. Dus die, al die molens die dus nu staan. En die op een bepaald moment niet meer rendabel zijn, economisch niet meer rendabel of versleten. Die worden afgebroken, die worden verkocht naar het buitenland. En die, en die energievoorziening die gaat dus verloren. Dus op termijn verliezen we in Nederland 1 gigawatt aan opgesteld vermogen. Omdat we dus de vervanging. Door nieuwe machines niet, uh, niet gaan uh, subsidiëren, niet faciliteren. Volgens mij zijn er Kamervragen over geweest. Ja. Dat, die, dat die zeg maar gewoon, die modus die, die er al staan, dat die gewoon geüpgraded kunnen worden. En dan hoeveel meer energie kunnen ze dan leveren? Nou, je moet ervan uitgaan dat als je dus iets, als je nu iets van 200 kilowatt hebt staan, dat je naar 1 megawatt zou kunnen gaan. Min of meer binnen dezelfde constellatie. Hè? Dus ongeveer even hoog. Dus niet veel, niet, niet, niet op ah, vijf keer meer energie. Ja. Maar, en dan, maar er staat er ook van 500 kilowatt. Nou, die kunnen dan 200 uh, twee keer zoveel produceren. Dus dus je zou, je zou eigenlijk moeten denken dat je van die ene gigawatt, als je ze allemaal vervangt door een nieuwe machine. Dat je, wel, dat je wel in de buurt van, de, van de, 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 de 2 gigawatt kan komen aan individueel opgesteld vermogen. Okay. Dus dan kun je van 1 naar 2 gigawatt. En dan hoef je dus geen discussies over. Want die molens staan er toch al, uh, zeg maar. Ja, het, de, 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 de omgeving is, die heeft die dingen al 20 jaar zien staan. En die wonen er al 20 jaar omheen en die zijn eraan gewend. Ja. Dus ik denk dat vanuit, die, uh, vanuit de hoek van de omwonenden. dat je veel minder uh, protest moet, mag verwachten. Ja. dan wanneer je een, een windpark van, van 30 molens uh, naast je deur krijgt. Ja. En dat zijn dus windparken van 50 megawatt waar je dus wijde dus gewoon 40 van uh, niet hoeft te plaatsen om als je die individuele modus upgrade, ja. maar ik ben er geen tegenstander van om ook die windparken te doen, want hoe meer duurzame energie we kunnen opwekken, des te beter is het natuurlijk voor het milieu. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp niet, eerlijk gezegd niet omdat het kostprijstechnisch net iets minder interessant is dan een park. Maar je kunt het besluiten, want iedereen bij die grote windparken gaat iedereen not in my backyard ja. weer actie voeren en dat duurt tien jaar voordat ze er zijn. Ja. En, en, en ondertussen gaat, dus, gaat het opgesteld vermogen aan individueel geplaatste machines wordt gaat verloren. Okay. Dus ga ik nog eens een keer uh, Erik, Erik, Erik Wiebes aan vragen van of daar iets aan uh, kan gebeuren. Um, als je dan kijkt naar zonne-energie. Uh, zonne-energie, dat is ook veel goedkoper geworden. Je zegt. In Griekenland is het 4 cent uh, per ja. kilowattuur. Hier in Nederland uh, waarschijnlijk het dubbele of zo. Ik heb geen idee. Maar het, ik denk dat het wel uh, het dubbel is. Ja. Ja. 8, 8 cent en ja, zo, zo van dan, uh, het aantal zonneuren te maken. Want ze zijn allemaal dezelfde panelen die tegenwoordig uh, worden opgesteld. Ja. Die zijn wel echt ongelooflijk gedaald in prijs. Ik zat. Uh, Vandaag te kijken van uh, op de camping, had mijn buurman die had uh, 30, uh, 30 watt gekocht voor 400 euro. En nu kocht hij een nieuw paneeltje, 300 watt voor 110 euro. Ja, ja, ja. Dus echt gewoon een tien keer zoveel vermogen voor drie keer zo weinig geld. Ja. En, dat, en op groot schaal is dat dan nog iets goedkoper, maar het is echt heel goedkoop geworden. Maar als, je kijkt die, uh, als jij kijkt in, jou, uh, in jouw mening van de, de zon-energie de zonne en windenergie, welk percentage van, de, van die expanderende vraag naar elektriciteit kan dat uh, kan dat in in combinatie met backup naar gas worden. Wat percentage kun je dan doen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want dat hangt per gebied af natuurlijk. Elk gebied heeft zijn eigen karakteristiek qua wind- en zonne-energie. Dus in Griekenland, grappig genoeg, in Griekenland waar we nu actief zijn als windenergie, daar kunnen ze beide heel goed. Om op de eilanden, de eilanden is geen, geen, geen grid, daar is geen elektriciteitsvoorziening, anders dan diesel. Dus als je, en daar is de windbiotop goed, maar de zonne Zonnebiotope oh, ook. Yeah. Dus daar, daar kunnen wind- en zonne-energie uh, makkelijk een, een kleine nou, batterij. Ja, maar, ook, maar direct gewoon. En, en de, kijk, het ligt wel, op die eilanden ligt wel een kleine grid voor het eiland. Maar het is niet, het is niet aangesloten op de grote elektriciteitscentrales ja. van het vasteland. Ja. Dus die, daar staat dus nu een kleine dieselcentrale. Die staat daar dieselolie te verstoken. Ja. Nou, die moet vervangen worden. Door een, uh, win, die kan je vervangen door zonne-energie en of windmolens of beide. Ja. En dan heb je nog maar een hele kleine backup nodig van uh, op dit moment diesel. Iets anders is er niet. En... Kun je ook dat, is dat niet. Kan dat daar zelfs niet in Griekenland met een batterij? Dat nee, je op, dit dat, moment, uh... op dit moment is de batterijtechnologie niet groot, niet sterk genoeg. Op, op, op de opvangcapaciteit is te klein en de kostprijs is te hoog. Dus, maar dat wil niet zeggen dat we niet over tien jaar uh, zodanige batterijtechnologie uh, hebben. dat je wel degelijk die dieselgenerator kan vervangen als backup door batterijen.